Wij herdenken Jules Schelvis, een groot mens. Een overlevende van het vernietigingskamp Sobibor. De oprichter van de stichting Sobibor. Een belangrijk iemand, een bijzonder iemand. Sobibor, die naam, die ken ik helaas al, moet ik zeggen, vanaf mijn prilste jeugd. Mijn grootvader was er vermoord. En mijn tante, tante Mary, was een van de 18 overlevenden, samen met Jules Schelvis, Nederlandse overlevenden, die terug waren gekomen. In Sobibor zijn 34.313 mensen vermoord, vergast, kapot gemaakt. Er zijn 18 overlevenden en mijn tante was één daarvan. Die heeft er een boek over geschreven, die heeft erover verteld. En zodoende wist ik ervan. Jules Schelvis heeft zijn leven, naoorlogse leven, in dienst gesteld voor de verspreiding van de naam Sobibor en wat dat inhield. En hij heeft altijd gezegd, je moet deze verhalen blijven vertellen. Maar ja, hoe... Dat is een probleem, want hoe vertel je zo'n verhaal? Op herdenkingen misschien, maar je zegt niet in een gezelschap van mensen opeens, nou, ik heb een verhaal, dat ga ik jullie eens even vertellen. Maar wat je wel kan doen, en daar gaat het om, en dat bedoelde Jules naar mijn idee ook, je moet oplettend zijn. En als je in een gezelschap bent van mensen waarin één iemand een antisemitische, racistische, homofobe opmerking maakt, moet je zeggen, stop. Wat bedoel je daarmee? Wil je dat even uitleggen? Het bevalt me niet. Waarom doe je dat? Want, en dan kan je een verhaal vertellen. En dat maakt dan hopelijk indruk en dat wordt dan weer verder verteld. Zo verspreidt zich dat. Zo moet je dat doen. Ik heb zelf het verhaal verteld op een misschien wel vreemde manier, maar ik heb 9 schilderijen gemaakt over mijn grootvader. Mijn grootvader Abraham Reis, die op zijn 70ste vermoord is in Sobibor. En die schilderijen heette De Ondergang van Abraham Reis. En waar het mij om ging was dat je misschien via één iemand, die dan toevallig mijn grootvader was, maar één iemand kan je dat verhaal vertellen. Dan is het misschien een begrijpelijk verhaal. Want hoe vertel je een verhaal over meer dan 34.000 mensen? Dat is moeilijk. Dus ik heb het op die manier geprobeerd, zodat als mensen die schilderijen zien, dat je dan dat die elkaar verhalen dan gaan vertellen erover. En ik denk dat dat Jules een idee was, van hoe je dat moest doen. Ik heb Jules ook leren kennen, gelukkig vind ik een grote eer. En ik heb citaten uit zijn boek gebruikt als onderschriften bij de schilderijen. Dus daardoor zijn we met elkaar in contact gekomen. En ik ben het zo met hem eens. Ik vind dat het verteld moet blijven. Er moeten steeds mensen zijn die dit verhaal vertellen. Het is een verschrikkelijk verhaal. Maar het zegt zoveel over wat er nu, op dit moment, op de wereld aan de gang is. Als je een antisemitische opmerking hoort, moet je stop zeggen. Dit accepteer ik niet. Willem-Alexander heeft op 4 mei vorig jaar op de Dam gezegd, Sobibor begon met het bordje verboden voor Joden bij het Vondelpark. Mijn moeder mocht al niet meer het Vondelpark in, mijn familieleden niet, niemand niet. Die mocht al niet op de fiets, die mocht niet met het openbaar vervoer, die mocht niet naar zwembaden, mocht niet naar het theater, enzovoort, enzovoort. Die waren al uitgesloten van de maatschappij. Het begint met kleine dingen. Niet dat een bordje verboden voor Joden iets kleins is, tegendeel, het is al 20 stappen te ver. Maar het begint met opmerkingen. Het begint met hoe mensen erover denken. En als je dat tegenkomt, dan moet je daar de vinger op leggen. Moet je zeggen, dit kan niet. Dat wil ik niet. En dat is wat Jules wil dat we doen. En dat doe ik ook. En ik hoop dat een heleboel mensen dat doen. En ik wil dat mensen scherp blijven. Waakzaam blijven. En op zo'n manier de verhalen die nodige, broodnodige verhalen doorvertellen. Hè? Ik denk dat dat moet. En ik denk dat dat het idee van Jules was. En
daarmee kunnen we hem herdenken.